op bezoek bij Rob Roos in het theater. We staan in de mooie artiestenfoyer. Daar kom ik ook niet altijd. Start van een nieuw seizoen. We gaan nog een maandje door met het oude seizoen. En als we het dan het oude seizoen noemen, gaan we even terugkijken. Hoe was het afgelopen seizoen? Nou, erg succesvol. We hebben weer meer bezoekers dan het jaar daarvoor. 35.000 bezoeken. En dat is weer een lichte stijging. Dus we merken gewoon dat het publiek steeds meer interesse heeft voor theater aan de Schie. En we denken ook dat dat komt door de mooie prijzen die we het afgelopen seizoen hebben gehad. We staan in de top 10 van het meest gastvrije theater van Nederland door de ANWB landelijk gemeten. En we waren tweede bij het beste uitje van Nederland. Mooie publieksprijzen en het geeft een grote waardering van het publiek aan. En dat heeft ook publicitaire aandacht. Dan hebben we natuurlijk nog een mooi theater in Schiedam, het Wennekerpand. Ook dat loopt lekker. Ja, dat loopt fantastisch, want ik ben directeur van Theater aan de Schie en ook van het Wennekerpand. Maar dan daar, zeg maar, van de bakstenen. Maar daar doen wij ook onze kleine zaalvoorstellingen van Theater aan de Schie. En daar merk je ook dat het wordt steeds populairder. De staakconcerten zijn heel populair. Met de bands op zondagmiddag, maar ook de cabaretvoorstellingen. En het leuke van een kleine zaal is dat je daar de speler nog echt kan zien, zijn zweetdruppels op zijn voorhoofd. En waar een knipoog genoeg is, waarin je de grote zaal, het grote gebaar, zeg maar, van toepassing is. En dat is zo'n prachtige mooie aanvulling op elkaar. En je hebt een kleine zaal ook nodig, want er bestaat geen kleine zaal zonder een grote zaal. Programmering dan wel te verstaan. Iedere speler moet ergens beginnen. En die is niet geboren op het grote toneel. Die moet echt kilometers maken. Dus je kunt in het Wennekerpand ook nog die mooie talenten van de toekomst zien. Er komen ook steeds meer bezoekers, heb ik gelezen. Nou, het bij elkaar, dat is natuurlijk niet alleen voor Theater aan de Schie, maar er zitten ook andere voorzieningen in, de balletschool, het filmhuis. Bij elkaar meer dan 90.000 bezoeken per jaar in het Wennekerpand. En onderschat dat niet. Als je dat ziet, dan de bibliotheek op de Lange Haven ongeveer 120.000 bezoeken per jaar heeft. Het Wennekerpand 90.000 bezoeken en wij ongeveer 80.000 bezoeken met Theater aan de Schie. Dan neemt het Wennekerpand al een tweede plek in, ja. in de belangstelling van het publiek. Dus dat is echt al een behoorlijke goed gedaan als je kijkt naar hoe kort we eigenlijk daar bezig zijn. Het oude seizoen, wat heeft jou heel erg positief verrast in het theater het afgelopen seizoen? Nou, er zijn meer voorstellingen waar je naar kijkt en dan, die voor mij soms ook dan een verrassing zijn. Want als je een voorstelling boekt, dan is dat vaak in het begin. Want het aanloopproces begint soms al 2 jaar van tevoren. Dan praat je over titels, over regisseurs, over spelers, over scenario's. Maar dan heb je nog niks gezien. Dus dat betekent, die voorstelling moet dan nog gemaakt worden. Dus als ik zie niet alle voorstellingen vooraf. Dat kan dan om die reden ook niet. Dus als ik kijk dan naar voorstellingen en ik zie het is gelukt wat ze hebben beloofd. En waar ik vertrouwen in had om te boeken. Dan ben ik erg blij. Ja, dat is mooi. Dus wat dat betreft ben je 2016, 2017 een hele tevreden man. Ik ben een tevreden man. Jazeker, ja. En nu weer helemaal spannend, want binnenkort de verkoop van start voor 2017, 2018. Noem eens een paar highlights. Ja, ook meer dan 120 titels. De Analogs komen weer met de White Album. Vreemde Kostgangers met Boudewijn de Groot, Henny Vriend en George Kooijmans. Bijzondere voorstelling, want die speelt alleen in de grote zalen. Niet uit het raam komt. En die spelen een voorstelling, dus ze bestaan volgend jaar 30 jaar... En doen maar 30 theaters aan waar ze aan spelen, waar ze goede herinneringen hebben. Ik ken de mannen zeg maar al van het eerste uur en andersom. En dat was ook aanleiding dat ze ook naar Schiedam komen met die voorstelling. Dus dat wordt een hele speciale die maar op een paar plekken in Nederland te zien is. Herman van Veen komt, onder andere grote namen. Maar wat ook heel verrassend was, internationaal heel beroemd, dat is Stomp. Ja, Stomp komt voor 2 dagen naar Theater aan de Schie met 2 shows. En een internationale show die al meer dan 25 jaar toert. Ik geloof 15 miljoen bezoekers over de wereld. In meer dan 50 landen hebben ze gestaan. En komen inderdaad ook naar Theater aan de Schie. Een van de meest succesvolle musicals uit Nederland komt ook. Die heeft heel veel prijzen gewonnen en een Edison. En dat is? Ja, You're the Top, denk ik dat je bedoelt. Ja. Maar we hebben meerdere mooie musicals. You're the Top komt sowieso met een prachtige geschiedenis natuurlijk, die voorstelling. Mooie muziek. Maar Annie M.G. Komt er een musical over. Die gaat prijzen winnen, weet ik bijna zeker. Met Simone Kleinsma in de hoofdrol. En Vamos met Lynette van Dongen. Een voorstelling, een musical waarvan de komende maanden op tv mee wordt begonnen. En die gaat eigenlijk het nieuwe seizoen al in de theaters met een musical. Ja, Vamos heet dat. Daar beginnen we eigenlijk het begin mee van het seizoen. Maar dat is niet de eerste voorstelling in het seizoen, want wij gaan anders openen dit jaar. Op 9 en 10 september openen wij met Parade aan de Schie.
En Parade aan de Schie, dat is eigenlijk 2 dagen lang kan je hier naartoe komen. Gaan we infostands plaatsen, muziek, bandjes, maar ook restaurants gaan we uitnodigen. Zodat je, wat kun je allemaal doen op een avondje uit als je naar Schiedam in het theater wil. Maar ook optredens uiteraard. En kom je ook in het achterhuis. En het achterhuis, dat is de plek waar de spelers komen, waar we nu ook staan, in de artiestenfoyer. En dan gaan we alles vertellen over hoe het hier gaat en wat de wereld achter het programmeren is. En dat gaat voorafgaand daaraan hebben we tafelgesprekken, noemen we ze. We hebben voor de komende maand, de komende week, hebben we de 20 groepen uitgenodigd van onze vrienden. De vrienden van het theater. Dan gaan we hier in het theatercafé gaan we met elkaar praten over, wat is nou die wereld achter het programmeren? Wat zou ik je adviseren? Heb je vragen? En dat willen we doen omdat we heel graag dicht bij het publiek willen zijn en blijven. En dat zijn geen mooie marketingkreten, wij willen dat ook echt. En op die manier krijgen we mooie, goede informatie. En waar we kunnen, zullen we dat zeker niet nalaten toe te passen in ons programma of in ons beleid als dat nodig is.